De rechtbank van Breda heeft vrijdag 11 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de man die in maart 2008 zijn vrouw neerstak in de parkeergarage onder haar appartementencomplex in Roosendaal. De eis tegen de 53-jarige man was 16 jaar. Hij stak in maart 2008 zijn 51-jarige vrouw, waarmee hij in scheiding lag, neer in de parkeergarage van Claudiastede. De uitspraak van de rechter valt nu lager uit. Die viel lager uit omdat de rechtbank de kans niet zo groot acht dat de dader nog een keer eenzelfde feit zal begaan. En omdat hij bovendien een blanco strafblad had. En als derde reden omdat het delict gepleegd was in, zoals dat heet, de relationele sfeer. Moord is wel bewezen volgens de rechter, waarom? Moord is bewezen, er was een discussie dus over of het moord of doodslag was. Moord is wel bewezen omdat de verdachte, dus nu middels de dader, de nacht tevoren had rondgezwalkt. Duidelijk heel opgefokt was. Duidelijk iets in de zin had. En ook met een mes op de parkeergarage is afgegaan. En al bij al vindt de rechtbank dat dermate zware omstandigheden die in de richting van moord wijzen. Of de dader in hoger beroep gaat, is nog niet zeker. Nou ja, kijk, de advocaat liet er geen misverstand over bestaan dat hij eigenlijk wel op een lagere straf had gerekend. Hij had bovendien ook een veel lagere straf bepleit, namelijk een gevangenisstraf van een jaar of drie met een TBS onder voorwaarden. Dus dat is een heel ander soort straf. Dus ik kan me voorstellen dat de advocaat dat wel zal proberen. Hoewel ik eraan moet toevoegen dat de ervaring uitwijst dat als je in hoger beroep gaat bij het gerechtshof, en het gerechtshof acht hetzelfde bewezen als de rechtbank, dat de straf ook hoger kan uitvallen.